Afgelopen woensdag organiseerde lokaal bestuur Mortsel en Met Samen op Stap leuke activiteiten op het Stadsplein voor de warmste week. Je kon er leuke dingen doen en ook een heerlijke tas pompoenensoep drinken. Alle inkomsten worden geschonken aan de warmste week. Schepen Goele Kustus en Arsène geven wat meer toelichting. Wij zijn vandaag Met Samen op Stap, eigenlijk onze mobiele speelpleinwerking op het Stadsplein. Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd en wij verkopen ook heel lekkere pompoensoep. Okay. Voor de voordelen van de warmste week. Ja. Heel veel Mortselaars zullen ongetwijfeld een actie organiseren, want Mortsel heeft een warm hart. Maar hoeveel dat er zijn, dat weet ik niet. Samen op Stap is eigenlijk onze mobiele speelpleinwerking. Wat doen wij? Wij gaan elke woensdagmiddag en in de schoolvakanties elke dag gaan wij naar een wijk in Mortsel, waar net zoals vandaag hier op het Stadsplein kinderen kunnen spelen onder begeleiding van onze begeleiders van Mortsel. En in de zomer, want ik heb het net eventjes gevraagd, in de zomer bereiken wij zo'n 400-tal kinderen. Op een hele zomervakantie. Okay, ja. Dat is eigenlijk een heel mooi resultaat. Ja. Het is alleen jammer dat het weer vandaag een beetje tegenslaat. Het is net gestopt met regenen, dus moet hopelijk gewoon komen. Goed. Tot 4 uur. Oké, hartelijk dank voor dit interview en nog veel succes. Dankjewel. Goedemiddag, Arsène. Goedemiddag. Het is nog vandaag een evenement voor de warmste week dat jullie organiseren. Wat staat hier allemaal vandaag? Dus eigenlijk hebben we met onze kinderen van Samen op Stap een spelenmarkt georganiseerd. Waarbij dat wij geld inzamelen voor een actie van de warmste week. Springkasteel, parcours met de go-karts, krimmen, dus schminken eigenlijk, panatoernooi. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel soep dat de kinderen nu ook verkopen, net om geld in te zamelen voor die actie. Ja, want jij bent de coördinator van Samen op Stap. Wat doen jullie in het jaar nog allemaal? Ja, eigenlijk ben ik de coördinator van de welzijnsregie. Samen op Stap is een van de zaken die wij doen. Samen op Stap is een mobiel speelpleinwerking dat wij organiseren in bepaalde kwetsbare wijken in Mortsel. Net om die kinderen die anders weinig te doen hebben, zeker na de schooluren of vooral in de vakanties, dan komen wij letterlijk in onze pakfiets af, vol met speelmateriaal, en gaan we eigenlijk met die kinderen spelen. Binnen de welzijnsregie heb je ook nog het buurthuis op OPD, over kopwerking, dat in het jeugdhuis van Mortsel staat. Dus we zijn eigenlijk met heel veel zaken bezig, net om de meest kwetsbare mensen, vooral kinderen, dat is toch heel belangrijk voor ons om die toch wel een aanbod te bieden. En na vandaag is er nog iets te doen van Samen op Stap? Wel, vandaag is eigenlijk de afsluiter van Samen op Stap, omdat wij elk jaar tijdens de wintermaanden een stop zetten op die werking. Omdat het, je ziet het vandaag, het is slecht weer, het is iets dat wij altijd buiten doen. En we merken uit ervaring van onze kinderen na een bepaalde tijd, zeker op november, december, januari, februari, buiten spelen, dat het toch niet zo het effect heeft dat wij willen hebben. Dus tussen de herfstvakantie en de paasvakantie zetten we de werking tijdelijk stop. En vanuit de paasvakantie tot de herfstvakantie rond het jaar zijn we elke week buiten met deze. Arsène, hartelijk dank voor dit interview en nog veel succes vandaag. Dankjewel. Merci.